Welkom bij deze speciale aflevering van de Villa Vlog die we hebben opgenomen in Wenen. We gaan het deze aflevering hebben over de Habsburgers, kunstenaars als Gustav Klimt en componisten als Mozart en de Strauss-familie. We staan hier bij het Paleis Schönbrunn. Keizerin Maria Theresia liet het oorspronkelijk gebouw tijdens haar regering in de 18e eeuw ingrijpend verbouwen. Het kreeg toen zijn kenmerkende rococo-stijl. Maria Theresia was zo gehecht aan het paleis dat ze er de hele zomer woonde. Het werd een traditie die haar opvolgers tot 1918 in stand zouden houden. Tussen 1817 en 1819 werd het paleis geel geschilderd. Sindsdien werden vele overheidsgebouwen in het Keizerrijk Oostenrijk-Hongarije ook Schönbrunn geel geschilderd. De tuin van Schönbrunn, met indrukwekkende fonteinen, werd aangelegd door de Leidse hovenier Adriaan Stekhoven. Hij werd op aanraden van de lijfarts van Maria Theresia, dokter van Swieten, benoemd tot directeur van de tuinen. Aan het eind van het park bevindt zich een bouwwerk dat de tuin als het ware afsluit, de zogenoemde gloriette. Vanaf het dak heeft men een prachtig uitzicht op het paleis en de tuin. Tegenwoordig is het paleis ingericht als museum. Het staat samen met het park en de aangrenzende dierentuin op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. Een van de laatste bewoners van het slot Schönbrunn was keizer Frans Jozef I. Hij was getrouwd met Elisabeth van Beieren, die meer bekend is als keizerin Sissi. Frans Jozef werd geboren op slot Schönbrunn in 1830. Hij volgde zijn vader in 1848 op als keizer van Oostenrijk. Hij was toen nog maar 18. In 1867 werd hij ook nog koning van Hongarije. Net als zijn voorgangers was hij een Habsburger. Sinds de 13e eeuw had deze familie geheerst over delen van Oostenrijk. En met de jaren vergrootte ze hun macht. Frans Jozef regeerde over een rijk dat grote delen van Midden-Europa besloeg. Aanzienlijk meer dan het huidige Oostenrijk. In 1854 waren Frans Jozef en Elisabeth getrouwd. Het was geen gelukkig huwelijk en het echtpaar raakte vervreemd van elkaar. De tragische zelfmoord van hun zoon en troonopvolger Rudolf deed daar geen goed aan. Elisabeth voelde zich thuis in Hongarije, waarvan zij in 1867 koningin was geworden. Ze ging er graag heen. Ze was sowieso veel op reis. Op een van die reizen deed ze ook Nederland aan in 1884. Ze logeerde onder andere in Zandvoort. In 1898 werd Elisabeth door een anarchist vermoord tijdens een reis in Zwitserland. Frans Jozef was een keizer van de oude stempel en zeer behoudend. Hij zag niet in dat de vele volken in het grote Habsburgse Rijk meer vrijheid verlangden. In 1914 werd aartshertog Frans Ferdinand, een neef van de keizer en diens troonopvolger, in Sarajevo vermoord door een Servische nationalist. Het was het startschot van de Eerste Wereldoorlog die het einde inluidde van de heerschappij van de Habsburgers. Maar dat heeft Frans Jozef niet meer meegemaakt. Hij stierf in 1916 en werd opgevolgd door zijn neef Karel, die in 1918 werd afgezet als keizer.
De stad Wenen roept onmiddellijk associaties op met muziek. Dat komt waarschijnlijk omdat verschillende componisten onlosmakelijk met de stad zijn verbonden. Iemand als Wolfgang Amadeus Mozart werd weliswaar in Salzburg geboren, maar woonde lange tijd in Wenen. Daar schreef hij onder andere de opera's Le Nozze di Figaro, Don Giovanni en die Zauberflöte. Samen met de componisten Beethoven en Haydn wordt Mozart muziekhistorisch ingedeeld bij de Eerste Weense School. De werken van Mozart worden niet uitgevoerd tijdens het traditionele nieuwjaarsconcert dat op 1 januari vanuit de Muziekverein in Wenen wordt uitgezonden. Daar ligt de nadruk op de muziek van vader en zoon Strauss, die beide Johann heten. Wie kent niet het An der schönen blauen Donau, de Kaiserwalzer of de Trittstraatspolka van de zoon, of de Radetzky-Marx van de vader, genoemd naar Jozef Radetzky von Raditz, de 19e eeuwse legeraanvoerder. Wie Wenen zegt, zegt Weense wals. Wie Weense wals zegt, zegt Johann Strauss. Maar wist u dat Robert Stolz de filatelistenwals heeft gecomponeerd? De dirigent en componist Robert Stolz wordt de koning van de Weense operette genoemd, vanwege de vele operettes die hij dirigeerde en liederen als Zwei Herzen im Dreivierteltakt en Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Hij was jarenlang de vaste dirigent van de Wiener Symphoniker. Stolz was in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw ook populair in ons land. In 1969 kreeg hij een gouden plaat, omdat er meer dan 250.000 exemplaren van al zijn langspeelplaten verkocht waren. Stolz was een gepassioneerd postzegelverzamelaar en componeerde zoals gezegd de filatelistenwalzer. U hoort het op de achtergrond. In de jaren 70 verscheen dit nummer op een singeltje dat tegenwoordig net zo zeldzaam is als sommige postzegels. Stolz overleed in 1975 op 94-jarige leeftijd. Zijn weduwe Antje Stolz stelde voor om een jaarlijkse ereprijs beschikbaar te stellen die de naam van haar man zou dragen. In 1980 werd voor het eerst de Robert Stolz beker voor muziekfilatelie toegekend aan de mooiste muziekzegel van 1979. Deze beker zou vervolgens tot en met 1997 elk jaar worden uitgereikt. En dan is het nu tijd voor de Kids Corner, geschreven door Willeke en gelezen door John. De dierentuin van Schönbrunn is de oudste nog bestaande dierentuin ter wereld. Ze werd in 1752 door keizer Frans I opgericht. Hoewel de dierentuin dus al heel oud is, probeert het heel erg met de tijd mee te gaan. En er komen ook nog steeds nieuwe dieren bij. Zo zijn er sinds een paar jaar reuzenpanda's. Dat is best bijzonder. Waarom? Een reuzenpanda eet zo 9 tot 14 kilo bamboe per dag. En aangezien dat hier niet groeit, moet het uit China geïmporteerd worden. In de dierentuin kun je de wereld naar je hand zetten. Want een leeuw en een tijger leven op verschillende werelddelen. Maar in een dierentuin zitten ze in een hokje verderop in hetzelfde straatje. Tja, het zijn natuurlijk wel katachtigen. Dus die horen bij elkaar. Nog zo'n voorbeeldje. Olifanten. Eentje uit Azië en eentje uit Afrika, maar wel samen in de dierentuin. Je begrijpt inmiddels wel dat je er wat van kan leren als je ze samen tegelijk kan bekijken. En wat is nou het verschil? Inderdaad, de oren. Ook leuk in een dierentuin zijn de jonge dieren. Hier heb je een speciaal postzegelboekje met persoonlijke zegels over jonkies die in de dierentuin van Schönbrunn werden geboren. Zo leuk! Nou, dat was het weer. Tot de volgende keer! Dit is het Technisches Museum, waar zich sinds 1985 de collectie van het Oostenrijkse Postmuseum bevindt. Het gebouw telt 4 verdiepingen en de postcollectie is helemaal op de bovenste verdieping. Maar onderweg daarheen is er genoeg te zien. Oude stoommachines, een moderne racewagen, televisie en radiotoestellen uit vervlogen tijden. En dan eindelijk de postafdeling.
Het blijkt een kleine galerij te zijn waar de geschiedenis van de post wordt verteld aan de hand van allerlei voorwerpen. Stapeltjes briefkaarten, verschillende poststempels en zowaar een echte postkoets. Al met al is er hier in het Technisch Museum genoeg te zien. Maar wie speciaal voor het postmuseum komt, komt bedrogen uit. En is €14 zeker te veel betaald. Dit is het Belvedere Paleis dat ooit behoorde aan de succesvolle veldheer Prins Eugen. Een historische plaats waar onder andere in 1955 de geallieerde mogendheden het verdrag ondertekenden dat van Oostenrijk weer een onafhankelijke staat maakte. Tegenwoordig is het als museum toegankelijk voor het publiek. Er bevinden zich onder andere werken van de kunstenaar Gustav Klimt. Klimt was een van de belangrijkste leden van de Wiener Secession, een groep beeldende kunstenaars die rond 1900 actief was. Andere leden waren Coleman Moser, die onder andere verschillende postzegels ontwierp, Jozef Maria Olbrich, de architecten Jozef Hofman, Otto Wagner en Max Kurzweil. Zoals gezegd zijn in het paleis enkele werken van Klimt te bewonderen. Zijn latere werk is onmiddellijk herkenbaar, mede vanwege het gebruik van bladgoud en de manier waarop hij vrouwen portretteerde. En hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze aflevering van de Villa-vlog. Blijf verzamelen, blijf gezond, tot de volgende keer. Dag!